De selectie van Willem II begon maandag na een vakantie van 4 weken aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. In de groep van de jarige trainer Jurgen Streppel zien we 6 nieuwe gezichten. Van Den Bosch kwamen Jordens Peters en Kees van Buren. Philip Haastrup maakte de overstap van Helmond Sport. Gabiallo van Heracles en Larbi El Haroushi kwam over van Feyenoord. Rutger Worm loopt de komende 2 weken stage bij Willem II. Ik denk dat 4 weken een mooie tijd is om even de accu weer op te laden, om even niet aan voetbal te denken. Nou, dat doe je dan 2 weken en daarna begin je toch weer. Dus voor mij mag het wel weer beginnen. Vandaag een eerste training, dat is veel nieuwe gezichten leren kennen. Het was een grote groep vandaag. Ja, bewust gedaan. We zullen veel jongens nodig hebben, maar we hebben ook de insteek om jeugd en talenten door te laten stromen. Dat is vorig jaar wel gebleken. Dus ook dit jaar gaan we weer een aantal jongens de kans geven om in de voorbereiding zich te laten zien. Nou, het is aan die jongens om er heel lang bij te blijven. Jordens Peters was afgelopen seizoen aanvoerder van FC Den Bosch, de club waarvoor hij in totaal 14 jaar speelde. Ja, het is aan de ene kant natuurlijk wel spannend. Hè. Als je voor het eerst in een nieuwe omgeving komt, dan is dat even aftasten, je plekje weer vinden. Maar ik denk wel dat het iets is wat ik nodig had. Ik heb net wat je zegt, 14 jaar bij Den Bosch rondgelopen, ken heel de club, ken iedereen. En dan is dat wel een heel fijn warm gevoel, maar ik denk dat... Om alles uit jezelf te halen, ook als je ergens anders moet kijken. 5 nieuwe gezichten, er zijn 4 verdedigers. Was dat de linie waar jij versterkingen nodig vond? Ja, klopt. Ja, we hebben voor de winterstop met name daar heel dun, zijn we heel dun bezet geweest. We hebben Soufiane overgeheveld vanuit de tweede. Ja, Ruud van der Rijt erbij gehaald. Ja, het blijkt dat we daar gewoon mensen nodig hadden. En die hebben we denk ik met Jordens, Kees en Philip, Gabi, hebben die gevonden. Ik ben een linkspoot en ik kan eventueel natuurlijk ook nog linksback en heb ooit wel eens verdediging middenvelder gestaan, maar nog niet zo heel veel. Dus het zijn 2 posities, maar ik ben uiteindelijk natuurlijk centrale verdediger. Ja, dat is de positie van de vertrokken Arjan Swinkels. Dat wordt wat om hem te doen vergeten. Ja, te doen vergeten zal waarschijnlijk niet snel lukken natuurlijk. Die Bos met krullen was echt de aanvoerder, echt de leider. En het is ook niet echt aan mij om hem echt te doen vergeten, maar ik ben een ander soort speler. Alleen ik denk dat het in de voetballerij heel snel gaat, dat vergeten. En als iemand anders het goed doet, dan is het ook goed. Dus ik denk niet dat het heel lang blijft hangen. Peters tekende al voor de play-offs van het afgelopen seizoen een contract bij Willem II. In de finale tussen uitgerekend FC Den Bosch en Willem II kwam hij dan ook niet in actie. Ja, dat was echt tot nu toe de raarste week uit mijn voetbalcarrière. Die beslissing was eigenlijk al voor de play-offs genomen inderdaad. En dus eigenlijk was alles in kan en kruiken. Ja, en dan merk je 2 weken later dat je tegen elkaar komt in de finale. Ja, en toen zat ik zo in een spagaat en ik heb het daar met de technische staf van Den Bosch over gehad. Uiteindelijk hebben we met de groep technische staf en ik besloten om niet te spelen. Omdat je het nooit goed kan doen, aan beide kanten niet en voor jezelf ook niet. En ik denk dat je het haast niet kan vragen van een speler. Dus die beslissing genomen en daar is in het begin in ieder geval heel veel over te doen geweest. Tot de wedstrijden gelukkig begonnen en toen... Is het wel gelukkig een beetje gaan liggen. Dus. Ja, voor jou ook het eerste jaar als hoofdtrainer in de Eredivisie. Is dat nog anders voor jou, dat je dan zo'n voorbereiding anders ingaat of niet? Nou, de voorbereiding niet. De voorbereiding niet. Maar die wedstrijden en de aandacht eromheen, die zal gewoon anders zijn. Die zal meer zijn. Maar daar ben ik wel klaar voor. Lijkt me leuk. Bij Helmond en Willem II hebben we dus bovenin de Jupiler League meegenomen. Je bent gewend om te winnen, om regelmatig te winnen. Hoe zal dat komend seizoen zijn? Ik hoop dat ik daaraan gewend blijf en dat we heel veel punten gaan pakken. Nou, ik zei net tegen je collega, de stad zal gewoon heel erg belangrijk zijn om lekker mee te kunnen voetballen. Om niet te veel druk te voelen. Dus de eerste wedstrijd tegen de buurman zal volgens mij heel erg belangrijk worden. Maar tot aan die tijd hebben we nog 7 weken om ons goed voor te bereiden. Ik weet dat je misschien geen houvast aan hebt, maar het RKC van afgelopen seizoen, is dat een voorbeeld voor Willem II hoe het zou kunnen gaan? Je moet creatief zijn, maar RKC had in de voorbereiding een elftal wat niet eredivisiewaardig was, in mijn ogen. Daarna hebben ze natuurlijk fantastische aankopen gedaan, jongens die meerwaardes bleken en het geraamte stond. Dus ik denk wel dat wij RKC als voorbeeld kunnen nemen en dat we hopen dat er nog een aantal kwalitatief goede spelers bij komen. Ja, die hebben het vorig jaar wel laten zien hoe je als echte underdog, want zo kwamen ze eigenlijk de eredivisie binnen, toch kan laten zien hoe het kan, georganiseerd te spelen. Wel vooruit durven voetballen, dus dat is in die zin wel een voorbeeld, maar ook weer een concurrent.